Assalamu alaikum, lieve mensen, een hele goede morgen. Ik ga weer verder. Dit was mijn uitzicht. De Dode Zee met Palestina aan de overkant. Weer lekker aan het klimmen langs de Dode Zee. En het is warm. Hier zie je mensen in tenten leven. Zie je? Beste mensen, ik was hier aan het fietsen. Het is echt gigantisch warm. Het is bijna 40 graden hier in Jordanië. En ik blijf vandaag in een moskee logeren. En deze broeders hebben echt heel goed voor mij gezorgd. Ze hebben mij echt helemaal om mijn werk. Ze hebben voor mij gezorgd dat ik in een hotel blijf overnachten vandaag. Of in een moskee blijf overnachten, want het hotel is weer te ver. En natuurlijk om zonnesteek te voorkomen ben ik gewoon in de stad, inshallah. Hier zit ik dan in de moskee. Alhamdulillah. En hier slaap ik vandaag. Jongens, dit jongetje is de zoon van de imam. En mashallah, hij zorgt echt goed voor mij. Goel assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Deze jongen heeft gewoon thee van mij gefixt, jongen. Waar geloof ik? Echt. Lekker even samen thee drinken en dan gaan we pitten. Subhanallah, alleen maar honden aanvallen. Ik dacht dat die kangals in Turkije groot waren, maar die honden hier in Jordanië, die zijn ook wel groot, die zijn ook wel angstaanjagend. Alleen maar honden aanvallen. Ja, het is gewoon levensgevaarlijk. Ze willen je gewoon echt letterlijk bijten. Alhamdulillah, ik ben in Aqaba. Straten vol met honden. Wilde honden. Grote honden, maar alhamdulillah. We zijn veilig, gezond en wel. Deze stad hier. Daar. Dat is Egypte. Ik ben in het hotel en als je heel goed kijkt, zie je Palestina.